toekomstbestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen. Het is dinsdag 26 maart 2024... En naast mij zit niemand minder dan Michiel Jurjits. Goedemorgen, Bas. Ja, de podcast Ochtendnieuws krijg je van ons. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. En dan gaan we eerst even naar New York. De VN-veiligheidsraad nam gisteren een resolutie aan die oproept tot een staakt het vuren in Gaza. Opvallend, China en Rusland stemden voor. De Verenigde Staten onthielden zich van stemming. Zometeen alle reacties daarop. Precies, en het was een drukke juridische dag voor Donald Trump. Niet alleen werd zijn borgsom aanzienlijk verlaagd in zijn civiele fraudezaak van 464 naar 150. 75 miljoen, nou, die kan hij betalen, heeft hij 10 dagen voor. Maar er werd ook een definitieve datum voor een strafzaak. De eerste strafzaak die tegen gevoerd wordt over de betalingen aan pornoster Stormy Daniels, die werd bepaald. Daar gaan we het straks over hebben. En demissionair premier Rutte is op bezoek in China. Ook daar gaan we het over hebben. Nou, kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint in New York. Want na maanden praten is de VN-veiligheidsraad eindelijk gelukt overeenstemming te bereiken over een resolutie die oproept tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. En waarom nou? Omdat de Amerikanen zich onthielden van stemming, tot grote woede van Netanyahu, die daarop meteen een reis cancelde over de mogelijke grondoperatie in Rafah. Hij zou daar met een team over komen praten in New York. Maar de grote vraag is, deze resolutie is nu aangenomen. Gaat die effect hebben? Gaat er een staakt het vuren komen op die manier? Daarover sprak politiek verslaggever Mats Akkerman met de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot. Ja, het is heel belangrijk dat de VN-veiligheidsraad nu een resolutie heeft aangenomen. Dat is voor het eerst sinds bijna de 6 maanden dat dit conflict duurt. En een heel duidelijk signaal dat er nu een onmiddellijk staakt het vuren moet komen. Dat we gijzelaars vrij moeten worden gelaten. En dat er massief meer humanitaire hulp Gaza in moet gaan. Ja, nu is de motie aangenomen, maar de praktijk is natuurlijk weer barstiger. Verwacht u ook echt dat dit op korte termijn gaat lukken? Ja, het is wel echt een heel duidelijk internationaal signaal. En ook een grote internationale druk die nu op de strijdende partijen Israël en Hamas wordt gelegd. Het feit dat de Verenigde Staten onthouden heeft is in de internationale verhoudingen een hele belangrijke stap. Dat betekent dat het nu aan de onderhandelende partijen is om die resolutie uiteindelijk ook om te zetten in een daadwerkelijk staakt het vuren. Omdat de Verenigde Staten hebben onthouden, heeft Israël nu al een gepland bezoek afgezegd. Wat vindt u daarvan? Nou, wat ik van belang vind in de internationale verhoudingen, dat je juist wel met elkaar dialoog en het gesprek voert. Omdat het ontzettend belangrijk is om uiteindelijk militaire conflicten ook te beëindigen in een diplomatieke oplossing. Maar vooral nu is het van belang dat de gijzelaars worden vrijgelaten en dat er aan de andere kant een massief meer humanitaire hulp in kan. En daarvoor is een onmiddellijk staakt het vuren gewoon nodig. En laten we ervoor zorgen, laat deze resolutie nou voor die extra druk zorgen die nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Maar heeft u niet het gevoel dat Israël door deze beslissing zichzelf meer aan het isoleren is? Nee, ik denk dat het vooral van belang is nu om te kijken naar dat wat er moet gebeuren. En daar roept de resolutie ook heel duidelijk op. Dat is een onmiddellijk staakt het vuren. Er vinden nu onderhandelingen plaats. Die onderhandelingen vinden plaats onder begeleiding van Egypte, Qatar en de Verenigde Staten. Laten we ervoor zorgen dat deze resolutie net het laatste zetje is om ervoor te zorgen dat Israël en Hamas gezamenlijk eruit komen. Dat een stop in het vechten komt. Gijzelaars vrijkomen. En er massief humanitaire hulp binnenkomt om de Palestijnse bevolking die hulp te geven die ze urgent nodig hebben. Ja, tot slot dan. Deze motie is nu aangenomen. Na maanden, wat wordt uw inzet voor de komende tijd nog? Ja, Nederland heeft zich natuurlijk al eerder, ikzelf als minister, om ook uitgesproken voor dat onmiddellijk humanitair staakt het vuren, omdat ik zie dat gijzelaars vrij moeten komen, maar ook dat er massief meer humanitaire hulp binnenkomt. Afgelopen week hebben dat de Europese regeringsleiders ook gedaan. Rutte dus ook. Nou, dit is nog echt weer internationaal gezien de volgende overtreffende trap daarin. Dus we moeten gezamenlijk als internationale gemeenschap ervoor zorgen dat Israël en Hamas
ook tot overeenkomst komen. Dat er wordt gestopt met vechten en dat die gijzelaars vrij worden gelaten. En dat die humanitaire hulp er nu komt. En dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Hoe gaat het proces nou precies verder? Dat is op dit moment redelijk onduidelijk. Maar die VN-resolutie ligt er nu. Nou, of die wat gaat doen, dat weten we niet. De Palestijnen hebben gezegd, het is ontzettend veel te laat. Nou, de reactie van de Israëli hebben we al gehoord over deze resolutie die aangenomen is, waarbij de Amerikanen zich dus onthielden van stemming. Dat heeft ervoor gezorgd dat een aantal topadviseurs van Netanyahu dus niet naar Amerika gaan om daar verder te praten met de regering Biden. Maar wat we nog wel overhouden is dat de State Department in Amerika, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, nu zegt dat er toch wel een deal op handen is tussen Hamas en Israël. Dus op de achtergrond speelt het diplomatiek proces nog steeds om te kijken naar, kunnen we niet tot een wapenstilstand komen? Want inderdaad, de Israëli's zullen zichzelf ook wel de vraag stellen, isoleren we ons niet totaal door maar niet thuis te geven? Nou, als er nieuws is, dan hoor je dat. Konden ze er nou wel of niet met z'n tweeën op? Dat is een vraag die fans al heel lang bezighoudt. Bas, straks hebben we het over nieuws over de deur van Rose en Jack. De deur van Rose en Jack? De deur van Rose en Jack. Oh, de Titanic. Die deur, ja. Die deur. Daar is nieuws over. De reddingsdeur. Ja. Ochtendnieuws. Ja, toch niet. Tenminste voor één van de twee. Niet echt. Dan financiële problemen bij het Franse ICT-concern Atos. Meerdere overheidsinstellingen die moeten maatregelen nemen vanwege die financiële problemen. Mocht Atos wegvallen, dan brengt dat risico's met zich mee, meldt NRC. Het gaat in Nederland onder andere om het ministerie van Defensie en ook de Sociale Verzekeringsbank. De SVB namelijk heeft de automatisering van de AOW-uitkering en ook de kinderbijslag al sinds 2010 aan dat Atos uitbesteed. En ook beheert dat bedrijf de medische gegevens van ruim 350.000 Nederlanders die langdurige zorg ontvangen via een aanvraag bij het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Ook het ministerie van Defensie houdt de situatie met Atos goed in de gaten. Defensie is namelijk met dat bedrijf bezig met het vervangen van zo'n beetje de hele ICT-infrastructuur van Defensie. Dat is een klus die nog jaren in beslag neemt. Ruim 3,2 miljard euro is daarmee gemoeid. En daarom werkt het ministerie alvast samen met andere marktpartijen en denkt ook na over alternatieven. Lijkt me handig om dat te doen. Dat Franse ICT-bedrijf zit al langere tijd in financiële problemen. Er lijkt een ingreep door de Franse overheid nodig om een faillissement te voorkomen. Atos is een van de grootste Europese ICT-bedrijven. Jaaromzet 11 miljard euro, meer dan 110.000 werknemers in 71 landen. Later vandaag moet Atos met de jaarcijfers over vorig jaar komen. Al zijn die eerder al twee keer uitgesteld, dus je weet het nooit helemaal zeker. Nee, niet best. Nee, niet fijn. Dan, de missionair premier Mark Rutte is samen met Jeffrey van Leeuwen van Buitenlandse Handel afgereisd naar China. Op het programma staat een ontmoeting met Xi Jinping en een diner met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Maar het gaat niet alleen maar over de economische banden tussen ons land en China. Nee, we gaan ook praten over de oorlogen in Gaza en Oekraïne. En wij praten erover met Boudewijn Polderman, sinoloog en bestuurslid bij de China Business Council. Boudewijn, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Druk agenda voor Rutte. Wat is het belangrijkste als we kijken naar dit bezoek? Ja, het belangrijkste is morgenmiddag. Mm-hmm. Wat je zelf al zei, dan hebben zowel Rutte als Van Leeuwen, die hebben een ontmoeting met president Xi Jinping en premier Li Qiang. Mm-hmm. En dan, officieel staat het niet op de agenda, maar natuurlijk de belangrijkste discussiepunt vanuit Nederlands perspectief gezien en ook vanuit Chinees perspectief gezien is natuurlijk de spanningen rondom de leverantie van apparatuur van ASML. Ja. En nou ja, vandaag heeft hij eerst, wat je zei, een gesprek met het Nederlandse bedrijfsleven over het verslechterende handels- en investeringsklimaat in China. En woensdagochtend gaat Rutte, zoals hij ook eerder al gedaan heeft in 2018, gaat hij met Chinese studenten, zowel studenten die ook Nederlandse taal en cultuur studeren als andere studenten, gaat hij in gesprek. En daarna gaat hij een oude winkelstraat in Peking bezoeken. Dus dat is allemaal redelijk ontspannen. Ja. En woensdagochtend heeft
minister Van Leeuwen nog apart een gesprek met zijn counterpart, de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. En daar wordt gesproken dan over het steeds terugkerende onderwerp van een gelijk speelveld en het belang van gelijke marktoegang. Ja. Maar dus het belangrijkste gesprek is morgenmiddag. Duidelijk. En hoe kunnen we de band tussen ons land en China karakteriseren? Is het een gespannen verhouding of zitten we redelijk... Redelijk goed aan tafel. Ja, het is een beetje dubbel, hè, natuurlijk. Ja, commercieel-economisch gezien beschouwt China ons als een prioriteitspartner binnen de EU. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei spanningen. Dus ook op het gebied van ASML, mensenrechten. En natuurlijk ook meer vanuit Europa gezien, waar men natuurlijk niet zo blij is over de relatie China-Rusland. En hoe China zich opstelt ten opzichte van de oorlog in Oekraïne. Als daar is men erg boos over. Gaat Rutte dat aankaart? Want we weten in het vorige bezoek moest hij ook van de Nederlandse van het Nederlands parlement iets zeggen over Oeigoeren en zonnepanelen. Nou, gaat het nu over de opstelling van China richting Gaza en Oekraïne? En dan denk ik altijd, ja, hartstikke leuk dat hij dat zegt. Maar ja, we hebben net zoveel inwoners als een middelgrote stad in China. Nee, daar heb je helemaal gelijk. Maar het staat wel officieel op de agenda. En misschien heeft hij, dat weet ik niet, maar misschien heeft hij ook een soort mandaat vanuit Brussel meegekregen om dat onderwerp ook namens de EU aan de orde te stellen. Want je moet het natuurlijk niet als Nederland alleen doen. Dan krijg je een enorme draai om de oren. Ja, nou staan wij natuurlijk wel onder druk van Amerikanen die gezegd hebben, chiptechnologie mag niet worden geleverd aan Chinezen. Ja, wij hebben ASML uit Veldhoven, je zei het al eventjes. Ik neem aan dat Xi Jinping nog wel wat druk gaat zetten op Rutte. Ja, en wat althans Reuters heeft gemeld, is dat Nederland ook geen spare parts en geen service meer zou mogen verlenen aan al geïnstalleerde Chinese apparatuur. Of tenminste, apparatuur die in China zich bevindt. Dat is natuurlijk, daar waren de Chinezen heel erg boos over. Dus de vraag is of dat echt serieus zo is. En dat is natuurlijk ook, daar hebben ze ook wel gelijk in, tegen alle regels van een vrije markteconomie in. Dus dat moet tot elke prijs vermeden worden. Maar ook daar geldt dat het onder druk van de Amerikanen gedaan is. Ja, nou zit Xi Jinping, dat zal hij zich beseffen, waarschijnlijk tegenover de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Ja, precies. Dus op de achtergrond spelen ook nog eens de Amerikaanse verkiezingen mee. Ja. En Rutte is inderdaad... Benoeming mogelijk. Waarschijnlijk benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. Ja. Ja, er valt een hoop te winnen voor de Chinezen, als ik het zo hoor, Boudewijn. Ja, maar aan de andere kant gaat het natuurlijk met China zelf ook niet zo goed. Hè, economisch, dus ze kunnen niet te veel de tanden laten zien. Nee, precies. Duidelijk. Dankjewel, Boudewijn Polderman, sinoloog en bestuurslid bij de China Business Council. Dan blikken we vooruit op de beursdag. Het zou je verrassen. Er zijn jaarcijfers. Oi. Collega's Wesley Weers en Jelle Maasbach van BNR Beurs nemen de agenda met je door. Jaarcijfers worden verzorgd door Ebusco. De Brabantse bussenbouwer zat lang met leveringsproblemen, maar beleggers kunnen sinds kort weer opgelucht ademhalen. Er is namelijk een dikke order onderweg vanuit Zwitserland. En die order moet de cijfers weer de goede kant op sturen. Er is ook een aandeelhoudersvergadering van Randstad. Het uitzendbureau voelde afgelopen jaar de gevolgen van de inflatie. Bedrijven waren voorzichtiger met het aannemen van personeel. Toch is de topman hoopvol, want volgens hem blijft de krappe arbeidsmarkt voorlopig nog wel even de inkomsten van Randstad spekken. En voor de photoshoppers onder ons is er ook nog Adobe. Ook daar is een beleggersvergadering. En bij de kwartaalcijfers vorige week waren beleggers nog treurig gestemd. Adobe maakt weliswaar grote stappen met het verwerken van AI in hun software, maar kijkt uit naar een minder positief kwartaal dan de aandeelhouders hadden gehoopt. Benieuwd wat daar uitkomt bij Adobe. Wesley Weerts en Jelle Maasbach die houden het in de gaten voor je en praten je bij iedere avond vanaf 6:30 live op de radio in BNR Beurs. Natuurlijk ook terug te vinden in je favoriete podcast-app. En je favoriete podcast-app is natuurlijk de BNR-app. Ja, gisteren was een belangrijke dag in het leven van Donald Trump. Want er waren allemaal rechters die dingen van hem wilden of het anders wilden. In ieder geval zijn er twee dingen die van belang zijn. We hadden het gisteren al eventjes over met Kenneth Manusama, Amerikanist en jurist, over die borgstelling in die civiele fraudezaak in New York. Want Trump die moest voor gisteren, voor de deadline verliep, $464 miljoen opbrengen.
had geprobeerd die borg te krijgen bij 33 grote institutionele beleggers en niet gekregen. En nu was de vraag, wat gaan we doen? Hij ging nog in beroep tegen die zaak bij de rechtbank in New York, bij de staat New York. En daar heeft hij in ieder geval wel gekregen wat hij wilde, namelijk een verlaging van zijn borgstelling. Anderen is ook bekend geworden wanneer de strafzaak begint in het proces rond Stormy Daniels. Nou, genoeg aanleiding om dus weer met Kenneth Monozama te praten. Goedemorgen. Goedemorgen, ben ik weer. Ja, heel fijn. Eventjes nog terugblikkend op die borgstelling in die civiele fraudezaak. Hij komt toch mooi weg, zou je bijna kunnen zeggen. Want hij moet nu 175 miljoen betalen. Heeft hij 10 dagen de tijd voor? Nou, dat heeft hij liggen, zegt hij. Nou ja, volgens hemzelf heeft hij dat liggen. Hij zei ook dat hij die 500 miljoen had liggen. Maar goed, ja. Dit is natuurlijk iets makkelijker om bij elkaar te krijgen. Hij heeft trouwens niet uitgesloten dat hij dat misschien wel weer vanuit het buitenland gaat krijgen. Omdat hij zegt, banken die opereren vaker in het buitenland. Dus het is wel een overwinning voor Trump. En ik zag alweer heel veel teleurgestelde Amerikanen. Die zeiden van, hij komt er weer mee weg. Er is er toch een rijk iemand die mee wegkomt. Ja, dat gaat toch. Gaat dat hem nog parten spelen in de verkiezingsstrijd straks naar november? Dat mensen inderdaad denken van ja, kennelijk met geld is alles te koop. Nou, ik denk niet, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat sentiment zal wel een klein beetje heersen bij degenen die al überhaupt heel erg anti-Trump waren. De Trump-supporters zelf, die vinden het natuurlijk alles maar een heksenjacht. Ja, dan eventjes naar die andere zaak, want dat is interessant. Dat zwijggeld, die zwijgeldaffaire voor pornoster Stormy Daniels. Daar is een voormalige, ik noem dat al met de conciliaire, vrij naar de Godfather, Michael Cohen, die is daar gaan zingen, zoals dat mooi heet in maffia kringen. Die zaak die komt nu toch voor 15 april. Dan begint die, hè, echt. Ja. Wat betekent dat? Het betekent eigenlijk dat Donald Trump voor een paar weken vanaf 15 april in de rechtszaal zou moeten verschijnen voor die strafzaak. Mm-hmm. Een beetje zijn grootste nachtmerrie, dat hij voor een strafzaak voor de rechter moet verschijnen. Ja. He, civiele en fraudezaken is hij aan gewend, maar een strafzaak is toch wel een stukje serieuzer. Ja. Ja, en er is weinig uitweg meer mogelijk. Hij kan misschien tussen nu en dan nog wel wat moties proberen in te dienen, op de dag zelf proberen iets in te dienen, maar eigenlijk is het nu echt wel heel duidelijk. 15 april beginnen ze met de selectie van de jury. Ja, terwijl het team van Trump op de achterste benen stond, die zei, ja, we krijgen sinds kort van de aanklager 200.000 documenten die we even moeten doornemen. Het is bijna niet te doen om dat te regelen voor 15 april. Maar ja, die weten toch wel de strekking van het verhaal? Nou ja, het punt is natuurlijk dat het team van Trump veel te laat om al die documenten heeft gevraagd. Hè. Mm. Dus volgens alle berichten van mensen die in de rechtszaal waren, was de rechter dan ook behoorlijk verbolgen over het feit dat ze hier nu mee aankwamen. En die gaf de Trump-team eigenlijk geen enkele ruimte om ook maar een goed argument te maken over waarom er nog uitstel zou moeten komen. Ja. Dus redelijk verbeterd zei de rechter dan ook van, we gaan gewoon 15 april verder met juryselectie. En ondertussen kan je misschien nog wel iets indienen als je dat wil, maar ik geef het weinig kans. Ja, dit is wat je zegt, een strafzaak. Niet onbelangrijk, want dit is een ander verhaal, een ander métier ook, waar het niet aan gewend is. Als we kijken naar alle getuigenissen die er zijn, en ja, we kennen niet al die documenten uiteraard, maar de zaak is redelijk hard toch rond deze betalingen die gedaan zijn in die pornoster, hè? Nou, het element dat er betalingen zijn gedaan en dat men dat verkeerd heeft geboekt, zeg maar, in de boekhouding bij Donald Trump, dat is op zich wel vrij duidelijk. De vraag is alleen, en daarom is dit ook wel een belangrijke strafzaak, de vraag is alleen of was het ook met de bedoeling om eigenlijk de verkiezingen te ondermijden in 2016. Hè? Ja, want dat ligt het onderliggende feit, dat die betalingen zijn gedaan aan Stormy Daniels om ervoor te zorgen dat er niet uitkwam dat hij een affaire met haar had gehad in 2016. In 2017 zijn die checks dan ook allemaal getekend richting Michael Cohen. Maar dat is een verzwarende omstandigheid. Hè? Ja. Alleen maar die boekhoud entries in de records. Ja, dat is eigenlijk alleen maar een overtreding en niet zozeer een misdrijf. Nee. Hè, dus ik zie nog wel uiteindelijk nog wel een uitspraak van de rechter die zegt van nou ja, het is niet bewezen dat het met de intentie was om de verkiezingen te ondermijnen in 2016. Ja. Maar goed, er is wel boekhoudfraude gepleegd. En dus is het maar een overtreding. Ja. En zal er een veel lichtere straf uitkomen dan men misschien nu hoopt. Ja, toch. Ik kan me nog herinneren dat een hele grote mafioso in de jaren 20 werd veroordeeld omdat hij postfraude gepleegd had, hè?
Ja, dat was in iets grotere schaal. En op een of andere manier vindt Trump het leuk om zelf ook El Capone telkens maar in te roepen. Misschien vergelijkt hij zichzelf daarmee. Een beetje met El Capone. Dankjewel. Kenneth Manusama, Amerikanist en jurist. Dan naar de Nederlandse politiek. Formatiegesprekken gaan vandaag gewoon verder. Gisteren ging het over wonen. Het ging ook een beetje over de financiën. En wat er vandaag gebeurt, hoor je van politiek verslaggever Mats Akkerman. In de ochtend ontvangen de informateurs opnieuw de vertegenwoordigers van de vier partijen. Het onderwerp dit keer is onderwijs. Dat stond niet op de oorspronkelijke lijst van 10 onderwerpen. Maar er was ook al gezegd dat er eventueel nog wel iets aan die lijst kon worden toegevoegd. In de middag worden de fractievoorzitters verwacht in de Tweede Kamer vanwege de stemmingen. De informateurs benutten die tijd om met een aantal uitvoeringsdeskundigen uit de publieke sector te praten. Verder vandaag in de Tweede Kamer is er zoals elke dinsdag het vragenuur. Er is ook een ronde tafelgesprek over de economische verwachtingen en het begrotingsbeleid. En het debat over de artikel 100 militaire missie in de Rode Zee wordt afgemaakt. Maar gisteren bleek er in het commissiedebat al een ruime steun te zijn voor die missie. En dat zei politiek verslaggever Mats Akkerman. Maar eens even kijken in de krant, in de Financiële Telegraaf. Veel huiseigenaren willen best een kamer of een etage in hun eigen woning verhuren. Maar door het aanstaande verbod op tijdelijke huurcontracten zit je daarna vast aan een huurder. Ja, dat gaat niet helpen. In deze tijd van woningnood helpt het wel als die huurbescherming niet geldt bij de verkoop van de woning. Oppert ING. Maar ja, die jongen heeft er een ander idee over. Het AD dan. Docenten in het voortgezet onderwijs knutselen zelf hun lesstof in elkaar. Want ze vinden dat bestaande methodes en boeken niet te voldoen en dan kunnen ze het zelf beter. En dan in het Financieel Dagblad. De schepen mijden de Rode Zee, maar de containerprijs is dit jaar al met 25% gedaald. Tijdens de coronacrisis bestelden rederijen veel nieuwe schepen die nu massaal in de vaart komen. Ja, waardoor de capaciteit veel groter is dan de vraag. Dan in de Volkskrant. Grote schoonmaak bij Boeing top vanwege vele technische problemen met vliegtuigen. David Calhoun, de topman, die zal eind van dit jaar vertrekken, zo hoorden we gisteren. Ja, en dan in de Volkskrant ook over het Kremlin. Vredesbesprekingen zonder Rusland zijn gedoemd te mislukken. Een mondiale vredestop over Oekraïne waarbij Rusland wordt uitgesloten van deelname is absurd, zegt Kremlin-woordvoerder Peskov. Maar dat komt wel meer absurd zijn. Nou. Hoe vaak heb jij hem gezien? De Titanic. Ja. 1 keer. Ja, ik ook 1 keer. Ik heb het 1 keer tot het einde volgehouden. Want weet je wat mijn vader van 90 op een gegeven moment zei? Nou? Waarom moet het 3,5 uur duren als we allemaal weten wat de uitkomst is? Ja. Dat is een vrij praktische man. Spoiler, hij zingt. Ja. Ja. Bas, wij horen My Heart Will Go On omdat er gisteren een veiling was in Dallas, in Texas, met een paar beroemde filmattributen daar. De zweep van Indiana Jones ging onder de hamer, leverde $500,000 op. Een Spider-Man pak, ruim een ton. Het topstuk op deze veiling was de deur. De deur. De deur, waarop Jack en Rose afscheid van elkaar nemen aan het einde van de film. Want na die 3 uur, als je daar eindelijk bent. Zij ligt daar op dat stuk vlot, zijn stuk wrak hout, een deur inderdaad. En Jack kan er niet bij, die zinkt dan af en die gaat dood. Jack offert zich op. De nieuwe eigenaar, die moet er heel veel geld voor betalen. We gaan zo horen hoeveel, maar even, dat was dus dit moment. Come back! Hallo! I'll never let go. Ja. I promise. I'll never let go. Ja. Nou, dat belooft ze wel op dat moment. Maar vrijwel direct hierna verdwijnt Jack natuurlijk in het water om nooit meer boven te komen. Hij is dood. Deze deur, $718,000. Nee! Ja, heeft dus een nieuwe eigenaar. Ja. Maar die heeft er $718,000 voor moeten betalen op die veiling gisteren in Dallas. Ja, maar die heeft wel Rose gered. Ja, die deur. Ja. Ja. Was trouwens helemaal niet nodig geweest. Hoe bedoel je? Dat het alleen Rose was die gered is. Fans van de Titanic, die zijn er. Die zijn al jaren kritisch op deze scène. Die zeggen, Jack had ook best op die deur gepast. Nee. Dat is best een flinke deur. James Cameron, de regisseur, heel veel Oscars gewonnen. Hem liet het ook niet los. Dus die is een documentaire gaan maken voor National Geographic 2,5 jaar geleden. En dan gaat hij die theorieën dus testen met die deur en het gewicht en de golven. En toen moest hij erkennen dat Jack en Rose de ramp allebei hadden kunnen overleven. Op die deur? Ja. Maar die Kate Winslet, daar moeten we nog eens over hebben. Ja. Die heeft de DiCaprio geofferd gewoon. Ja, 3 uur film. Dat die deur dat makkelijk kon hebben. Voor niks. Ja. Wat gaat er met die deur gebeuren? Nog meer roses redden, denk ik. Ja, surfplank. Weet het niet. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op Straaprechtse Venne.
Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl.